nacht zelf niet vanwege de windkracht. Ja. Maar nee, de jaarwisseling is een hele drukke nacht voor ons geweest. Hoe hebt u daarop teruggekeken eigenlijk? Nou kijk, de jaarwisseling is het moment waarop de Nederlandse politie de meeste capaciteit moet inzetten om de jaarwisseling rustig te laten lopen. Ja. Dat vind ik al persoonlijk bizar. Het zou toch een feestelijk moment moeten zijn. Ja. Maar waar we dit jaar wederom mee geconfronteerd werden, is het hele zware vuurwerk. Ja. En dat is eigenlijk geen vuurwerk, dat zijn explosieven. En daar hebben collega's, zeker in de stad Den Haag, maar ook op andere plekken, gehoorschade bij opgelopen. En het wordt hoog tijd dat wij de illegale vuurwerkhandelaar niet als een soort vuurwerkhandelaar typeren, maar het zijn gewoon wapenhandelaars wat mij betreft. En die horen ook op die manier gewoon aangepakt en afgestraft te worden. Juist, dus met andere woorden, vuurwerkhandelaren bestaan niet meer, het zijn wapenhandelaren. Nee, illegale vuurwerkhandelaren. Laat ik Die dat zwaardere werk doen, denk ik, aan de cobra's en nog zwaarder. Ja. En dat speelt niet trouwens alleen in de jaarwisseling. Daar worden we ook mee geconfronteerd in de georganiseerde criminaliteit. Daar worden we geconfronteerd bij voetbalwedstrijden. Ja. Als het de hooligans zich tegen ons keren. En wat mij betreft moet het stigma van illegaal vuurwerkhandelaren af. Het zijn wat mij betreft wapenhandelaars en die horen op die manier ook aangepakt en afgestraft worden. En dus ook zo beoordeeld te worden door de rechter in het geval dat de dames en heren worden opgepakt? Wat mij betreft wel. En moet dat dan ook nog juridisch verankerd in de wet? Ja, kijk, nu valt het illegaal vuurwerk onder de wet economische delicten. Die biedt op zichzelf voldoende handelingsruimte. Maar de wet wapens en munitie, daar gaat het over de echte wapens, de echte explosieven. En het is al vaker gezegd, ook door collega's van mij, politiechefs in de landen, een cobra is vergelijkbaar met een handgranaat en dan moet je het ook op die manier vergelijkbaar maken. Met andere woorden, illegale vuurwerkhandelaren beoordelen volgens de wapenwet en dus niet volgens de economische wetten. Wat mij betreft zou dat een hele duidelijke oproep zijn en een goede zet. Meneer Van Essen,